Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van het kanaal van Jeff Movies. Mijn naam is Jeffrey en op elke woensdagmiddag maak ik een video. En ja, mensen vinden het leuk om te kijken. Ik zie jullie dan. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt die op deze manier gemaakt is. Dat ik gewoon thuis mijn verhaaltje doe over een onderwerp wat ik interessant vind. Maar ik heb vandaag iets ontzettend leuks en dat, ja, waarschijnlijk had je dat al beneden hier aan de titel kunnen zien. Ik heb rare feitjes opgezocht en er staan nogal wat rare feitjes en weetjes op het internet. Maar goed, ik heb er een paar uitgehaald. Ik zal mijn telefoon pakken. Even kijken. Draai scherm. Goed zo. Oké, laten we gewoon starten met het eerste feitje wat ik al gevonden heb op internet. En dat is... SpongeBob werkt al 31 jaar bij de Krokante Krab. 31 jaar. Hoe lang is SpongeBob al op tv? Oké, ik heb het gevonden. SpongeBob werkt al 31 jaar en dat hebben ze namelijk gevonden in een aflevering waar hij de 371ste werknemer van de maand is. En als je dat zou uitrekenen is dat 31 jaar. Goed, weten we dat ook weer. Volgende. Een vrouw in Korea heeft 960 keer poging gedaan om haar rijbewijs te halen. Hoe? 3 of 960? Kom op! Nee, maar echt serieus. Gewoon 960 keer geprobeerd om je rijbewijs te halen en niet slaagd. Ik weet nou niet of ze nou 960 keer geslaagd is of dat ze gewoon gestopt is. Ik hoop dat ze gestopt is. Volgende feit. De aansteker is eerder uitgevonden dan de lucifer. Hadden ze me dat niet eerder kunnen vertellen? Er bestaat een steen die kan drijven. En die heet pumicide. Als ik het goed uitspreek, pumicide. Dus er is dus een steen, als je die in het water gooit, die komt terug naar boven en die blijft drijven. Oké, dat gaat even. Het zal wel met de dichtheid van de steen te maken hebben, maar goed. De ogen van de struisvogel zijn groter dan zijn hersens. Die had ik niet verwacht. Oké. Er is iemand die heeft weer wat leuks op mijn telefoon erbij gezet. Treinen rijden niet op tijd, maar op de rails. Yo, no shit, Sherlock. Nu iets waar misschien wel wat aan heb. Althans, ik weet niet, ja, of je moet een salamander hebben. Nou, ik zal het gewoon vertellen. Een Ollum salamander kan 10 jaar leven zonder voedsel. Ik kan het nog niet eens 1 minuut volhouden. Oké, het gaat erover hoe lang die kan zonder. Het is niet dat hij dat wil, denk ik, maar 10 jaar zonder voedsel. Halve leven? Dat ik daar ergens op het 10e jaar heb gegeten, weet je. En dat ik dan nu nog steeds van 21. Dus dan zou ik nu vorig jaar gegeten hebben. Oké, ik geef jullie 5 seconden de tijd om een antwoord te geven op deze vraag in de comments. En wat denk je dat het meest gestolen boek ter wereld is? Althans, wat op de lijst staat van meest gestolen. Ik geef je de tijd. Dat waren ongeveer 5 seconden, denk ik. Oké, het meest gestolen boek ter wereld is de Bijbel. Ja... Voordat je natuurlijk het licht ziet, moet je natuurlijk eerst dat boek jatten, want anders kan je het niet lezen. Dus ja, ik snap het. Een vrouw spreekt ongeveer 7000 woorden per dag uit, waarvan de man maar 2000 woorden per dag. Oh, UFO! UFO! Video gaat fout! Oké, dat had even te maken met het volgende feitje en waarschijnlijk met een chatblok. Ik moet ineens denken, ik heb ooit een keer een vlog gemaakt en daar deden we alsof we een UFO zagen. En toevallig gaat dit feitje over UFO's. En elke 3 minuten wordt er gerapporteerd dat iemand een UFO in de wereld heeft gezien. Mannen kunnen na hun dood nog een erectie krijgen. Volgende vraag. In Los Angeles mag de vrouw de man slaan met een riem als deze niet breder is dan 5 centimeter. Dit staat letterlijk in de wet. Wie bedenkt deze wetten eigenlijk? Wacht. Het is namelijk zo, in bepaalde landen worden niet wetten zomaar geschreven, maar die worden aangepast zodra er een rechtszaak is geweest. Dus ik geef even een voorbeeld. Er was natuurlijk een vrouw en die sloeg de man met een riem van minder dan 5 centimeter en is daarvoor vrijgesproken. En automatisch wordt in de wet dan aangepast dat je met een riem, niet breder dan 5 centimeter, je man mag slaan. Volgende. Maar je lichaam creëert 15 miljoen dode rode bloedcellen per seconde. Ja, ik wou dat dat centjes waren. YouTube monies. Ik woon in een flat en die mensen daar aan de overkant kunnen naar binnen kijken. Die zitten gewoon in voor het raam naar mij te kijken. Voila! Oké, een feitje. Ik wist hem al, maar toch ga ik... Je kunt je elleboog niet likken. En dat is echt waar. Ik heb het wel eens gemaakt. Kijk, hier.
Oké, en deze, ja. Donald Duck is verboden in Finland omdat hij geen broek draagt. In het ene land mag je iemand slaan met een riem. En in het andere land mag Donald Duck niet verkocht worden omdat hij geen broek aan heeft. Seriously? En toen was het lijstje leeg, dus ja, laat ik mijn telefoon weggooien, want we zijn er gewoon weer door. Hey, mocht je dit natuurlijk nou een leuke video vinden, dan kan je dat duimpje omhoog laten. En ik zou gewoon zeggen van, mocht jij leuke feitjes hebben, of leuke weetjes, of raadsels, of grappen, maakt niet uit. In ieder geval iets waarmee ik wat kan. Laat het dan in de reacties weten en misschien ga ik wel met de reacties een keer aan de slag om een video daarvan te maken. En dan natuurlijk knip ik gewoon lekker het reactietje uit en dan plaat ik dat in de video en dan ga ik dat bespreken. En dat zou ik super tof vinden. Volgende week komt er nog een andere video online en dat is natuurlijk afgelopen week, of althans nu deze, dat ik deze video opneem, kom ik gisteren uit Amsterdam. Alkmaar, Utrecht, noem maar op. Ik ben ook door heel Nederland gereisd om Velodrome te zien. En ik heb daar een vlog van gemaakt. Het is niet helemaal gelukt, omdat ik eigenlijk best wel veel ben vergeten te filmen. Aangezien je 5 locaties door heel Nederland op 1 dag moet doen, is het ontzettend veel reizen. En heb je niet zoveel tijd om te gaan filmen. Maar goed, ik ga er toch proberen een video van te maken. Zo niet, dan komt er een andere video. En anders zie je die volgende week. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En abonneren natuurlijk voor meer. En ik check jou volgende week woensdag om 4:30. Laters.